Vandaag start op de meeste plaatsen met ruimte voor de zon, maar vooral in het westen van het land komen ook een aantal wolkenvelden voor. In de loop van de dag ontstaan uiteindelijk overal uiteindelijk stapelwolken, maar blijft het wel op de meeste plaatsen droog. Vanochtend temperaturen op de meeste plaatsen rond 19 graden, daarbij een meest matige wind uit westelijke richting. De wind die draait vanmiddag naar het zuidwesten, er komt ook wat warmere lucht onze kant op en de temperatuur loopt uiteindelijk op naar zo'n 20 graden op de Waddeneilanden tot lokaal 26 graden in het zuidoosten van het land. Het blijft waarschijnlijk overal droog en dat blijft het na vanavond ook. Vanavond dan klaart het grotendeels op, de temperatuur ligt halverwege de avond dan rond zo'n 20 graden, vannacht daalt het kwik naar een graad of 15. Morgen wordt het al een stuk warmer, met op de meeste plaatsen zomerse temperaturen 23 tot 29 graden. In Limburg kan het op sommige plaatsen misschien al tropisch warm worden met 30 graden. De temperatuur gaat in de komende dagen alleen maar verder omhoog, daarbij flink wat ruimte voor de zon. Dinsdag tropisch warm met 30 tot 33 graden. Woensdag en donderdag dan komen we zelfs in de buurt uit van recordwaarden met 32 tot soms misschien wel meer dan 38 graden. Vanaf vrijdag volgt een mogelijke afkoeling, maar dat is nog erg onzeker.